welkom bij deze nieuwe video. Wat vinden we van mijn haar? Jongens, dit is een pruik. Nee, ik heb niet mijn echte haar geknipt. Ik vond het wel leuk om een pruik op te doen ter afwisseling. En om te zien of dit mij zou gaan staan. Wat vinden we ervan? Ik vind het zo apart. Ik moet echt nog wennen, maar ik vind het op zich wel gewoon leuk. Maar goed, het gaat vandaag niet over deze pruik. Want ik wil jullie welkom heten bij aflevering 6 van Ruim op met Saar. En dit is ook helaas de laatste aflevering van deze YouTube-serie. Voor iedereen die het al vanaf aflevering 1 heeft gevolgd, dankjewel. Ik vind het echt super leuk dat je dat hebt gedaan. En voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn, ik heb dus afgelopen weken elke maandag om 12 uur een Ruim op met Saar video geplaatst, waarin ik gewoon iets ging opruimen. En vandaag is het tijd voor mijn sieraden. Ik krijg ook heel vaak de vraag of ik mijn sieradencollectie wil laten zien. Heb ik nog nooit gedaan, terwijl ik er wel echt heel veel heb. Dus ik dacht, ik doe vandaag een 2-in-1. Terwijl ik het opruim, kunnen jullie ook gelijk mijn hele collectie zien. Ik heb een hele grote collectie, want ik hou van sieraden en ik hou van afwisseling. In elke video wissel ik ook af. Ik draag altijd oorbellen, kettingen, ringen en ik wissel ze altijd heel vaak af. Het enige wat ik niet echt draag zijn armbanden en dat komt omdat ze nooit passen. Want mijn polsen zijn best wel smal, dus ze zijn altijd te groot. Dus vandaar dat ik die niet echt draag. Maar voor de rest, ik draag echt altijd alles en ik hou ervan. En omdat ik dus echt per se altijd wil afwisselen, zijn de meeste van mijn sieraden super duper goedkoop. Het is bijna allemaal goud, niet echt goud, maar meeste zijn gewoon van Shein, AliExpress, etc. Want ik ga niet heel veel geld besteden aan sieraden die ik sowieso niet heel vaak draag, omdat ik ze dus altijd afwissel. Hier en daar zit er wel iets bij wat prijzig was, maar overal is het allemaal wel goedkoop. En het wordt echt tijd dat ik het ga opruimen, want dat heb ik nog nooit gedaan. En er kan echt wel het een en aantal weg, vooral omdat het dus allemaal super goedkoop is. Verkleurt ook heel snel, dus heel veel draag ik er ook niet meer. Dus ja, dat is wat we gewoon vandaag gaan doen. We gaan het gewoon vandaag opruimen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze aflevering. Oké, dit is dan waar al mijn sieraden staan. Dit is mijn sieradendoos en daar hangen een aantal kettingen. Ik krijg ook heel vaak de vraag waar deze sieradendoos vandaan is. Deze is van Stackers. En dit is gewoon te koop bij Douglas. En elke stack, zeg maar, is los te koop. En ik heb er nou 4, maar je kunt er zoveel halen als je wilt. En noem dan hoog maken of eentje weghalen en dan is hij kleiner. Je kunt gewoon doen wat je wilt. En dan zitten gewoon hier al mijn sieraden. Ik ga dit wel eventjes doen op bed, want dan hoef ik niet de hele tijd te staan. Dus we gaan even verplaatsen naar daar. Oké, jongens, we zitten op bed. Dit is dan de sieradendoos. Laten we gewoon beginnen hier bovenaan gelijk. Oké, hier heb ik al een boel liggen. Hier zijn vooral al mijn ringen. Ik draag vooral goud, dus dat is altijd meer. En dan hier heb ik ook wat zilver. Hier heb ik horloges, armbanden, enkelbandjes. En hier een paar grote kettingen. Deze grote kettingen heb ik niet echt heel veel. Dus ik denk dat ik die allemaal hou. De kleine hangen allemaal aan de muur. Daar gaan we straks heen. Maar dit zijn dus de grote. En ik denk dat ik ze gewoon alle drie hou. Ze zijn volgens mij alle drie van of Shein of AliExpress. Vooral op AliExpress kun je dit soort kettingen heel veel halen in van die sets. En dan heb je er echt like 5 of 6. Voor like 4 euro of zo. Super goedkoop. Ik draag ze niet heel vaak, maar ja, zo nu en dan wel. Ik zal even de ringen die ik nu draag ook eventjes erbij doen, want dan mis je er geen. Hier heb ik 2 horloges. Ik heb hier een gouden van Michael Kors. Dit is echt basically de enige die ik draag. Ik vind hem echt prachtig. Ik heb hem een aantal jaar geleden gehaald. Ik vind hem echt super duper mooi. En hier heb ik er nog eentje in rose gold. Die draag ik niet heel vaak, maar ik wil hem wel houden voor het geval ik een keer die kleur draag. En dan heb ik hier allemaal armbanden, maar zoals ik al zei, draag ik die niet heel veel. Dus deze haal ik best wel veel weg. Die ik het vaakst draag zijn deze 2 hier. Ik heb hier nog een armbandje, die vind ik ook heel mooi. Deze heb ik in Rotterdam gehaald in een winkeltje. En dan hier is de rest die ik eigenlijk niet echt vaak draag. Wat ik ook vaak heb is dat ik mijn 2 handen moet hebben om ze om te krijgen. En het lukt me nooit om het te doen met 1 hand. Dus vandaar dat ik die effort ook niet doe. Even kijken, ik denk hier dat ik er al eentje weg doe, want die is al helemaal verkleurd. Dit ziet er echt niet meer uit. Hij was wel echt heel mooi met zo'n esje. Deze doe ik weg. Ik heb hier een kleine van My Jewelry. Die zat in hun adventkalender die ik heb inboxed op mijn kanaal. Deze vind ik wel mooi, wil ik wel houden. Hier nog een paar. Dit was van een set van Shein. Ik denk dat ik deze gewoon weg doe, want ja,
Ik draag het echt nooit en het is ook allemaal veel te groot. Dus deze doe ik allemaal ook weg. Ik heb hier een hele grote. Deze is echt veel te groot voor mij. Deze had ik besteld online bij Naked. Ik vond hem er online prachtig uitzien. Hij is ook gewoon heel mooi, maar hij is echt veel te groot. Dit is echt veel te lomp, dus deze doe ik weg. En hier nog twee van, ook van Shein. Volgens mij die hoorden bij die ene set kunnen ook weg. Het enige wat ik hou zijn de twee hier. Deze en deze. En dan kan dit allemaal weg. Hier heb ik nog wat kleine armbandjes. Deze kunnen ook weg. En hier zijn mijn heel veel gebruikte enkelbandjes. Deze vind ik echt fantastisch voor in de zomer. Heb ik ook allemaal echt heel vaak gedragen. Ik heb ze echt allemaal van Shein. En ik vind ze echt prachtig. Kijk even dit hoe leuk. Hij is heel groot. Maar hij moet zo twee keer om je enkel. Is echt super mooi. Een beetje Ibiza vibes achtig. Hier nog zo'n Ibiza achtige vibe. Vind ik ook mooi. Die wil ik echt allemaal houden. Hier is nog een Ibiza vibes achtige. Maar ik heb er al twee nou. Dus ik denk dat ik deze weg doe. Eentje met een heel klein hartje. Maar deze doe ik weg. En hier eentje met een hartje en een S van mijn naam. Echt heel mooi. Dus deze hou ik. Oké, nou dan kom ik aan bij de ringen. Hier kan echt wel het een en ander weg. Want ik draag gewoon niet veel. Zoals hier dit. Jongens, wat is dit? Dit is echt veel en veel te groot. Deze doe ik weg. Deze wel mooi. Hier nog zo'n grote. Is ook echt niet mooi. Is veel te groot. Dus deze doe ik ook weg. Ik vind het mooi als ze niet al te groot zijn. Dit lijkt gewoon straight up op een trouwring. Wel heel mooi. Dus ik hou hem wel. Deze vind ik echt heel mooi. Ik heb ze ook in het goud. Zijn echt prachtig. Je kunt ze doen hoe je wil. Zo twee op elkaar. Of zo twee naast elkaar. En dan hier nog twee. Ik vind ze allebei heel mooi. Dus deze hou ik allemaal. Ik heb hier een hele mooie roze. Deze heb ik in Marokko gehaald. Wel heel apart. Maar ik denk dat ik hem hou. Ondanks dat ik hem niet vaak draag, wil ik hem wel houden. Hier een beetje een grote. Maar hier zijn er echt al heel veel uitgevallen. Zoals je kunt zien. Ik hoop dat jullie het goed zien op beeld. Dus deze doe ik weg. En dan gaan we nou beginnen aan goud. Die heb ik dus echt verreweg het meeste. Ik heb hier al mijn grote. En hier zijn de meer kleinere normale. Ik begin met de grote. Deze vind ik allemaal wel leuk. Dus deze hou ik allemaal. Deze hier is verkleurd. Dus deze doe ik weg. Deze is te klein. Dus deze doe ik ook weg. Deze vind ik eigenlijk gewoon niet zo mooi. Doe ik weg. Deze is heel mooi. Deze is echt prachtig. Eentje van de Primark. Deze hou ik ook. Ik heb er hier drie die superveel op elkaar lijken. Even kijken. Eentje is ook verkleurd. Die ik hier vast heb is verkleurd. Dus ik denk dat ik alleen deze twee andere hou. Hier nog een paar grote. Deze vind ik niet zo mooi. Hij is een beetje iets te... Ja, iets te grof, iets te groot. Die doe ik weg. Deze is echt prachtig, jongens. Kijk hoe mooi dit is. Hij is wel een beetje verkleurd, maar ik wil hem toch houden. Want ik vind hem gewoon echt heel mooi. Hier eentje, die doe ik weg. Deze vind ik niet zo mooi. En hier nog wat grote. Deze zijn allemaal heel mooi. En dan hier de rest. Hier ga ik ook echt het een en ander weghalen. Hier eentje. Deze is wel van echt goud. Die was van mijn overleden oma. Dus deze doe ik sowieso niet weg. Wat is dit? Ik weet niet wat dit hier is, maar ik doe het weg. Volgens mij hoorde die bij een set of zo. Hier nog eentje die ik echt nooit draag, doe ik weg. Hier is met mijn geboortedatum erop. Dat vind ik heel leuk. 1994, dus deze hou ik. Eentje die ik best wel vaak droeg, maar hier is ook eentje uitgevallen. Dus deze doe ik weg. Dit is mijn favoring. Deze heb ik ooit gehaald bij een juwelier. Was ook best wel duur. Ik heb hem al 3 jaar of zo. En hij is echt super mooi. Verkleurt ook helemaal niet. Dus deze gaat absoluut niet weg. En hier nog een hele mooie hou ik ook. Dan heb ik hier een aantal losse allemaal. Dit zijn allemaal van die sets. Maar ik weet niet meer wat bij wat hoort. En dat vind ik wel jammer helaas. Maar... ja, ik denk dat ik ze gewoon echt oprecht allemaal weg ga doen. Dit is een mix van Shein en van een set van de Kruidvat. Maar ja, zoals ik al zei, ik weet echt bij God niet meer wat bij wat hoort. Dit moet ik echt beter gaan oplossen voortaan. Maar ja, ik doe ze gewoon echt allemaal weg. En dan is dit het enige wat ik hou. Er is echt best wel veel weg. Nou gaan we verder naar de stack eronder. Je haalt hem gewoon zo eraf. En dit zijn letterlijk allemaal oorbellen. Alle drie de stacks zijn oorbellen, daar hou ik van. En vandaar dat ik er ook echt heel veel heb. Dus hier kan ook echt het een en ander weg. Ze zijn wel allemaal echt heel mooi. En bijna alles is goud. Alle kleintjes zitten allemaal in de kleine vakjes. En de grotere hier zo in het midden. We gaan gewoon even alles af. Hier in de hoek heb ik echt hele mooie. Deze zijn heel mooi met een knot of zo. In twee verschillende kleuren. Ik heb ze al heel lang en ze verkleuren niet echt. Dat is wel apart, want ze zijn gewoon heel goedkoop.
Dus deze hou ik. Hier heb ik er een aantal die ik niet vaak draag. Ik droeg ze vaker vroeger. Maar ik vind ze niet zo mooi, want ze hangen zo scheef aan je oor. Dus deze doe ik allemaal weg. Hier van die kleintjes ook vind ik wel mooi. Die hou ik. Hier heb ik een aantal in verschillende kleuren. Ik heb niet heel veel kleurrijke sieraden. Dus ik wil ze houden gewoon voor het geval ik dat een keer moet hebben met een look of zo. Dit zijn ook echt de cutste oorbellen ever van Shein. Hier heb ik ook een aantal knopjes. Vind ik ook wel mooi, dus deze hou ik ook. En dan hier heb ik weer zilver, wat ik echt bijna nooit draag. Dus ik denk dat ik ze echt gewoon allemaal wegdoe, want dan heb ik weer wat plek voor wat anders. Hier wat een mooie grote ronde. Deze hou ik, doe ik weer hier. Hier ook wat kleine ronde. Ik vind ze niet zo mooi. En ja, ik draag ze ook niet vaak. En ik heb echt heel veel van dit soort hoop oorbellen. Dus deze doe ik weg. Deze oorbellen zijn zo leuk, maar ze doen echt pijn. Deze had ik gehaald bij de Priest. Ze vallen echt zo heel mooi om je oor heen. Echt prachtig. Maar ze doen echt, echt pijn. Dus helaas, met pijn in mijn hart doe ik ze weg, want ik vind ze wel echt prachtig. En hier heb ik dan een heleboel kleintjes voor in mijn tweede gat. Ik denk dat ik alle kleintjes voor mijn tweede gat bij elkaar ga doen in de stack hieronder. Dus ik hou ze voor nu nog eventjes apart, maar ik hou ze wel. Hier weer van die hoops. Deze doe ik weg. Draag ik nooit. Ik heb hier echt prachtige. Deze zijn echt heel Aladdin-achtig in twee kleuren. Hou ik allebei. Hier roze. Ik vind ze niet echt wowie, maar ik heb niet veel roze, dus ik hou ze gewoon. Hier weer twee hele mooie hoops. Beetje zo klein en dik. Ik heb ze echt best wel vaak aan, dus deze hou ik. Hier ook een paar prachtige die ik ook echt heel vaak draag, dus deze hou ik ook. Hier wat kleintjes, deze vind ik ook mooi, een beetje apart, zo vierkant. En dan heb ik hier Dior oorbellen, ook echt heel erg mooi, dus deze hou ik. Oké, dan heb ik dus hier nog wat plek over, dus dan de stack eronder ga ik ook weer hier aanvullen. Oké, we gaan verder met de volgende stack. Hier heb ik twee oorbellen, die zijn identiek aan elkaar. Kijk, ik vind ze echt super leuk, maar ik heb er twee en ik zie hier dat eentje is al een beetje verkleurd en de andere niet. Dus deze hier hou ik. Deze doe ik weg. Hier heb ik echt de kleinste oorbellen ever. Ik vind ze wel heel cute. Dus ik hou ze. Hier twee prachtige oorbellen met van die diamantjes erin. Echt super mooi. Deze hou ik ook. Hier nog meer kleine oorbellen. Hier heb ik een aantal allemaal voor mijn tweede gat. Wat ik denk dat ik ga doen is dat ik al mijn tweede gat oorbellen hieronder ga doen. Dus die ga ik allemaal apart houden. En ik doe weg die ik niet meer in doe en de rest hou ik. Hier nog meer kleintjes, ook weer van de adventkalender. Heel erg cute, hou ik ook. Deze zijn echt zo leuk. I love them. Heel Arabisch-achtig, heel Dubai vibes. Dus deze hou ik. Hier nog een paar hele aparte oorbellen. Die gaan ook zo om je hele oor heen. Echt heel mooi. Hier nog een paar van de Primark. Heel erg cute. En hier een paar aparte. Deze draag ik niet heel vaak, maar ik heb niet heel veel van dit soort oorbellen. Vandaar dat ik ze ook gewoon hier inlaat. Dan sla ik weer eventjes de grote kant over en ga ik door met de kleine. Deze zijn echt super mooi. Ook van de Primark. Echt fantastisch. Hier nog een klein paar. Ook van de Kruidvat. Super cute. En hier nog een paar ronde. Ook heel erg mooi. Die blijven ook hier. Hier nog wat ronde dikke. Deze draag ik ook heel vaak. Blijven sowieso. Hier hele grote ronde zilveren. Deze hou ik, want ik heb er niet heel veel. En hier heb ik een aantal hoops. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik vind het ook gewoon heel leuk om hoops met elkaar te combineren. Dus deze hou ik zo allemaal samen. Maar ja, ik vind die dikke niet zo mooi eigenlijk. Ik doe die dikke weg en dan hou ik deze twee dunne. Deze zijn ook van die adventkalender van My Jewelry. Hier wat mooie ronde van de Primark. Deze vind ik niet zo mooi. Deze zijn van de Action. Ja, ik vind ze wel mooi, maar ik draag ze niet heel vaak. Deze had ik gewoon random gehaald bij de Action. Dus deze mogen weg. Hier heb ik hele mooie zwarte. Ik heb ook niet heel veel zwarte oorbellen. Dus deze blijven vandaar ook. Deze zijn echt heel erg leuk. Deze had ik gehaald bij Shein. En dit valt zo achter je oorlel. Echt heel apart. Super leuk. Hier nog een paar voor mijn tweede gat. Hier weer wat ronde oorbellen. Gisteren nog ingehaald. Dus deze blijven sowieso. Hier wat grote ronde ook van de Pri. Deze blijven. En hier nog een aparte, nog laatste gebruikt in een video. Deze hou ik. En hier nog wat kleintjes. Deze vlinderoorbellen heb ik nog nooit gedragen. Ik heb ze net nieuw. Ze zijn echt heel cute. Deze hou ik. En hier nog een paar, ook van de Kruidvat. Zijn heel erg leuk, dus deze hou ik ook. Oké, dan ga ik alle tweede gat oorbellen hier zo doen.
Nou, dit ziet er nou een stuk beter uit. Ik ga even terug naar deze andere stack, want ik ga even de grote doen. Ik heb hier al een paar grote oorbellen die ik wegdoe. Deze heb ik echt al super lang gekocht bij de winkel Solo, maar ze zijn ook al helemaal vies, dus deze gaan weg. Hier wat mooie, beetje grijzige oorbelletjes. Ik vind ze wel mooi en ze zijn apart. Ik heb niet heel veel van dit soort oorbellen, maar ik gebruik ze niet heel veel, dus... Ik denk toch dat ik ze hou gewoon puur omdat ik er niet heel veel van dit soort heb. Hier hele mooie aparte kleurrijke oorbellen. Ook weer omdat ik er niet heel veel heb van dit soort oorbellen hou ik ze. Hier een hele mooie paar. Deze waren ook gewoon van de Action. Maar ze zijn al helemaal kapot en beschadigd. Dus deze doe ik weg. Hier heb ik zilver. Ik heb echt heel veel van dit soort grootte. Maar ik denk dat ik er een paar wegdoe. Ik denk dat ik deze die ik nou vast heb wegdoe. Allebei wel echt heel mooi. Ik denk dat ik ze gewoon allebei hou. Gewoon voor het geval dat. Hier een paar van de Primark. Deze draag ik echt heel vaak. Vind ze heel mooi. Hier nog een paar ook van de Primark. Heel erg mooi. Ik heb hier een aantal Versace-achtige oorbellen. Deze had ik gehad van een sieradenwinkel die er niet meer is. Dus ik denk dat ik ze vandaar wegdoe. En hier een paar heel mooi in het rood. Dit zijn echt hele unieke. Ik heb echt geen enkel van dit soort oorbellen. Dus deze hou ik. En dan nou weer terug naar die stack van net. En nou ga ik ook weer deze grote doen. Ook weer hele felle rode. Ik vind ze niet zo mooi, dus ik denk dat ik ze wegdoe. Hier een paar zwarte. Deze heb ik nog laatst gebruikt voor een Kim K look. Heel erg mooie oorbellen, dus deze hou ik. Hier een paar ronde van de Primark. Maar ze zijn al heel oud en een beetje viezig, dus deze doe ik weg. Hier een paar bruine, draag ik niet heel vaak, maar ik heb er echt geen in het bruin, dus vandaar dat ik ze gewoon hou. Hier een paar vierkanten, deze vind ik heel mooi. Ik draag ze ook echt gewoon best wel vaak, super duper mooi, dus deze hou ik. En hier nog een paar vierkanten, ik vind ze niet zo mooi, dus deze doe ik weg. Ik denk dat ik een paar van de grote ga doen bij die andere stack, want dan heb ik gewoon hier weer wat plek. Dan heb ik hier nog een heleboel grote, zoals je kunt zien. Even kijken. Deze zijn echt prachtig. Deze had ik besteld bij Shein, super duper mooi. Deze gaan hierheen. Nou heb ik weer plek voor die oorbellen daar. Hier heb ik die ik net heb weggedaan in het goud. Ik draag ze echt bijna nooit, maar wel heel mooi met misschien stelhaar. Dus ik denk dat ik ze voor nu gewoon nog hou. Dit zijn echt de apartste oorbellen ever. Wat is dit? Echt super duper apart. Maar ja, wanneer draag ik dit nou? Echt nooit. Dus ze gaan gewoon weg. Hier ook een paar prachtige. Deze zijn echt heel mooi, heel chic. Deze wil ik houden. Oh, deze is apart. Wel heel mooi, maar ik heb er maar één. Waar is de andere dan? Geen idee. Ik vind ze wel echt heel mooi, jongens. Kijk dit. Oh, hier is de andere. Die is hier gevallen. Oké. Wauw, deze heb ik al heel lang niet gezien. Deze heb ik ook nog nooit gedragen, omdat ik ze gewoon niet zag. Wauw, deze vind ik echt heel mooi. Deze ga ik binnenkort dragen met stelhaar. Oké, nou, dat was het dan ook weer gewoon voor hier. Ik heb weer wat plek vrij. Oké, dan is hier de grootste, de diepste, zoals je kunt zien. En hier zijn al mijn grote oorbellen, de echte grote. En ik denk dat er hier ook wel het een en ander weg kan. In dit hoekje hier heb ik allemaal dit liggen. Hiermee sluit je een oorbel. Ik weet niet echt hoe ik dit moet noemen, maar deze raak ik altijd kwijt. Dus ik heb er hier gewoon een heleboel liggen voor als ik die moet hebben. Hier zijn al mijn hoepoorbellen. Nou, ook echt een heleboel, zoals je kunt zien. Ik heb hier gewoon de classic grote ronde hoeps. Deze hou ik. Ik heb hier twee hele dikke. Vind ik ook echt heel mooi. Dus deze hou ik. Ik heb hier echt mijn meest gedraagde hoeps. Ik vind ze heel erg mooi. Heel apart zo. Ik heb hier een paar die ik wel vaak heb gedragen, maar ze zijn een beetje verkleurd. Dus deze doe ik weg. En dan hier nog wat classic hoeps, maar dan een formaatje kleiner. Dus deze hou ik ook. Hier heb ik wat aparte. Het is wel heel mooi, maar vooral die ik nou hier vast heb zijn helemaal verkleurd. Dus ik denk dat ik deze echt allemaal wegdoe. Hier hele aparte van de Pri. Echt super apart. Ik draag ze niet heel vaak, maar ik vind ze wel mooi. Deze hou ik ook misschien met een beetje een Spaans-achtige look of zo. Hier ook echt een paar hele mooie. Ook van de Primark. Echt super duper mooi. Hou ik. Dit zijn ook echt twee van mijn meest gedraagde oorbellen. Deze zijn echt super mooi. Deze en deze andere. Deze zijn rond. Echt fantastisch. Deze hou ik ook. Ik denk dat ik deze hier ga doen. Hier ook echt een prachtig paar. Echt heel mooi met vooral herfstlooks. Deze hou ik. Hier nog een paar aparte. Nog nooit gedragen, maar ik wil ze wel houden. Want ja, ze zijn best wel uniek. Ja, hier nog een paar. Nee, ik vind deze niet zo mooi. Deze doe ik weg. Hier heb ik een paar van Shein, maar ze zijn kapot. Het valt alleen echt ze niet op. Want hierop zat ook zo'n ding als dat je hier ziet. Maar omdat ze dus eigenlijk gewoon kapot zijn, doe ik ze weg, denk ik. Hier een prachtig paar, ook van de adventkalender van My Jewelry. Heel erg mooi, deze wil ik houden. Hier nog een paar hele mooie. Deze heb ik echt heel vaak gedragen, maar ze zijn echt helemaal verkleurd. Dus deze doe ik weg.
En hier heb ik ze ook nog in het zilver. Ook heel mooi, dus deze hou ik. En ik heb die ook zo als een hartje. Heel mooi, dus deze hou ik ook. Hier nog een paar ronde. Deze vind ik niet zo mooi, dus deze doe ik weg. Deze zijn zo apart. Ik heb ze nog nooit gedragen. Of wel, misschien één keer. Of één keer of nog nooit. Heel apart, deze hou ik. En dan hier nog wat hoops. Allebei echt heel erg mooi, dus deze hou ik allebei. Oké, jongens, nou dit was het dan. Dit was de laatste stack. En dan is het helemaal klaar. Nou, en dit zijn dan alle sieraden die ik wegdoe. Echt weer een hoop. Maar ik ben wel blij dat ik weer nou wat meer plek heb in mijn sieradendoos. Nou, dan heb ik hier nog al deze kettingen. Maar ik denk dat ik hier werkelijk waar gewoon helemaal niks wegdoe. Want ik draag ze echt allemaal en ik wissel ze echt heel vaak af. Super, super mooi. Dus deze hou ik gewoon. Nou, en dan ziet alles er weer goed uit. Nou mensen, dit was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dit is echt zo satisfying. Ik heb nou weer lekker veel plek voor nieuwe sieraden. Ik hoop dat jullie deze serie leuk vonden en het gewoon een leuk idee vonden. Als je zoiets nog wilt met een ander onderwerp, dan laat het me weten, want dan kan ik absoluut nog weer een keer gewoon zoiets beginnen. Maar goed, dit was het dan voor nu. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!